Welkom bij het Digitaal Journaal. Ook in deze tweede aflevering willen wij laaggeletterdheid onder de aandacht brengen en wat wij met z'n allen aan kunnen doen. In deze aflevering komen Rob Weijers en burgemeester De Vries van Geldermalsen aan het woord en natuurlijk is er weer de liedjeskast waarin Guus Meeuwis een stukje van een taalregel zingt. Burgemeester De Vries legt uit waarom zij bibliotheekambassadeur is geworden. Ik vond het heel logisch om ja te zeggen toen mij werd gevraagd van wil je bibliotheekambassadeur worden? Omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen goed de gelegenheid krijgt om te leren lezen en schrijven. En het is natuurlijk super jammer dat niet iedereen in Nederland en niet iedereen in ons gebied voldoende taal beheerst om goed mee te kunnen komen. Als burgemeester kom je natuurlijk echt overal. Kom je bij al je inwoners. En daar kom je ook inderdaad mensen tegen die je soms ook echt zelf vertellen dat ze moeite hebben met het kunnen lezen van de stukken die ze van de gemeente krijgen. Rob Weijers vertelt openhartig een stukje van zijn verhaal over zijn laaggeletterdheid. Ik zat 's nachts op 10-jarige leeftijd al te denken, hoe moet ik verder in mijn leven? Ik ben stiekem naar de huisarts gegaan om aan de huisarts dit uit te leggen en hem hulp te vragen. Maar toen de tijd wist hij niet, wat moet ik met jou aan? Ja, en ik ging ook ontdekken dat het steeds moeilijker werd. En op een gegeven moment, je wordt ouder. En ja, je neemt het mee, je kunt helemaal niet lezen en schrijven. Ook met mijn werk die ik kreeg. Ik begon gewoon onderaan, ik kon me opbouwen. Ik werd op een gegeven moment, zat ik door het hele land. Hoe ik de weg heb kunnen vinden, dat snap ik nu zelf nog niet. Het was wel heel angstig dat ik in mijn eigen land wel eens verdwaalde, dat ik in België stond. Dat ik huilend naar huis gebeld heb naar mijn vrouw toen. En van, ja, hoe moet ik nu thuiskomen? Ik weet de weg niet meer. Je houdt het steeds meer voor jezelf, want de wereld is ook heel hard als ze weten dat je niet kunt lezen en schrijven. Het was 45 dat ik naar de huisarts ging. Ik kwam thuis in een situatie zitten waar het niet meer ging. Dus ik ging bij de huisarts naar binnen en ik zei, luister, ik kan niet lezen en schrijven. In eerste instantie geloofde hij me niet, want hij zei toch op, hoe kun jij je werk doen? Dat werk wat jij doet, hoe kan dat? Ik zei, ja, echt, ik had het eigenlijk, de tranen rollen eruit, de rust gezet, ik ga jou helpen. Hij heeft me zo geholpen om over die drempel te komen, want die drempel die is zo gigantisch hoog. Ja, en gelukkig, ik ben hem er nu, hij heeft mijn pensioen, maar ik ben er nog steeds dankbaar voor dat hij me toch met mijn vrouw samen en met zijn collega wie er was, zijn ze zoeken geweest waar ik naar school kom. Vanaf die tijd is bijna niet uit te leggen, ben ik een heel ander mens geworden. Dieren of dingen, eindigt een woord op O of A, dan schrijf je in het meervoud, komma S en A. Dit is een liedje uit de liedjeskast. De liedjeskast kent 15 liedjes. Ieder liedje gaat over een taalregel. Bij ieder liedje hoort een kastje waarmee je de taalregel kunt oefenen. Een heleboel bekende Nederlandse artiesten hebben de liedjes ingezongen. Woorden breken als je ze gaat klappen. De tegenwoordige tijd. Al zingend leer je taalregels. En met schriftelijke en online oefeningen oefen je de regels. Heel veel mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Het is heel erg moeilijk als je een taal niet volledig beheerst, omdat je soms een beetje niet zo slim overkomt. Dat geldt bijvoorbeeld voor laaggeletterden, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Het gaat zeker om ruim 2 miljoen mensen. Ik was eigenlijk wel blij met de liedjeskast, want dan kan ik het zelf ook een keertje goed begrijpen. Zij kunnen allemaal oefenen met de liedjeskast. Als het moeilijk voor je is om de taalregels te leren en uit elkaar te houden, kan een leuk liedje wel eens heel goed helpen. Wanneer iemand iets doet in het heden, dan noemen we dat de tegenwoordige tijd. Iets gebeurt dan nu en niet in het verleden. Ik fiets, wij wandelen, jij rent en zij rijdt. De ik-vorm van een werkwoord noemen we de stam. Ik hark, ik loop, ik klap of ik dam. Die stam gebruik je ook. Luister hoe dat gaat. Als je of jij achter het werkwoord staat, klap
jij speel, jij zing je mee. Wanneer iemand iets doet in het heden, dan noemen we dat de tegenwoordige tijd. Iets gebeurt dan nu en niet in het verleden. Ik fiets, wij wandelen, jij rent en zij rijdt. Als een ander iets doet, dan schrijf je stam plus T. Hij harkt, zij loopt, u dampt of jij klapt mee. Maar eindigt de stam zelf al op een T, dan is dit echt genoeg. En schrijf je er geen twee. Klapt, zij speelt, hij zingt u mee. De grote digitaalstrijd, wat is dat nou precies? Teams van 3 personen gaan met elkaar de strijd aan. Wie beschikt over de beste taal- en digitale vaardigheden? De grote digitaalstrijd vindt maandagavond 4 september 2017 op 10 plaatsen in de regio tegelijkertijd plaats. Winnaars van de gemeentelijke voorrondes gaan door naar de grote finale in Zinder, het nieuwe culthuis van Tiel. Heeft u hier nog iets aan toe te voegen, burgemeester De Vries? Ja, nou ik zou zeggen, schrijf je allemaal in, hè? www.degrotedigitaalstrijd.nl. En waarom moet iedereen meedoen? Omdat we er allemaal baat bij hebben dat het goed gaat met onze inwoners. Dus alle bedrijven zou ik zeggen, schrijf je in, maak een team. Het is niet moeilijk, het is vooral voor de gezelligen. En natuurlijk met het idee, laat mensen alert worden op het feit dat er nog anderen zijn die nodig hebben om beter te leren lezen en schrijven. We gingen weer op bezoek bij de gravin van Rechterenschool in Appeltern en we vroegen aan de kinderen uit groep 1 en 2 wat bonen en pannenkoeken zijn. Er zitten tapijtjes in. Dat kun je eten zo. En daar kan je die bootjes bij de avondeten doen. Dat zijn zoveel gras alleen. Dat zijn bonen, die zijn van gras gemaakt. Alleen je proeft er niet. Dat moet je gewoon opeten. En die zijn groen. Handje, dat kan opeten, daar zitten zo kleine rondjes erin. Dat zijn bonen. Weet ik eigenlijk niet. Dat is eten. Eten. Ik dacht, ik wist het even niet meer. Dat is een platte en die kun je opeten. Dat is een platte die je op kan eten. Die kan je opeten. Die gooi je in de pannen gaan bakken. Pannenkoeken, daar kan je dan eten en dan kan je poedersuiker of stroop op doen. En die is rond. Een pannenkoek is rond. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Kijk, ja, ik doe echt heel raar. Wim van Baal, bibliotheekambassadeur en voorzitter van Betuwe in Zaken, geeft het antwoord op de vraag van de vorige aflevering. Het juiste antwoord van de vorige aflevering met de vraag wanneer werd de eerste e-mail verstuurd, is het jaartal 1973. In de volgende aflevering komt Wim uitgebreid aan het woord, maar nu eerst de vraag van deze aflevering. Tegenwoordig is googlen zelfs een werkwoord, maar voordat googlen de grootste zoekmachine was op het internet, hadden wij een andere. Welke was dat van de 3? Is dat A. Da Vinci, B. Yahoo of C. Ilse?
Het juiste antwoord op deze vraag hoort en ziet u de volgende aflevering. Frans, hoe kon je ook alweer meedoen? Schrijf jezelf in met 3 collega's, 3 vrienden, broers, zussen, neefjes, nichtjes. Het maakt niet uit. Het is namelijk heel erg leuk. En dat doe je op www.grotedigitaalstrijd.nl. In de volgende aflevering praten we onder andere met Wim van Baal, de voorzitter van Betuwe in Zaken. En uiteraard stelt taalambassadeur Frans Duits weer een vraag. Tot dan!